zijn hier bij Conferentiehotel Capelle Put. Dat is ooit is begonnen als een retraitecentrum van de paters Jezuïeten. Maar dat is inmiddels uitgebouwd tot een modern conferentiehotel met een restaurant erbij, een bar erbij, natuurlijk veel conferentiezalen met diverse concepten daarin. Gelegen op een landgoed van 24 hectare met als meest bijzondere onderdeel natuurlijk ook de cabane op de achtergrond zoals u die ziet. De cabane is gebouwd in 2010, dus daar werken we nu een aantal jaren mee met het concept en tot grote tevredenheid. En dan ervaar je eigenlijk dat je op hoogte bent, een meter of 5-6 boven de grond. Dan loop je eigenlijk zo door. Dan krijg je het prachtige uitzicht over de vijver te zien. Binnen ons conferentiehotel zijn natuurlijk tal van mogelijkheden. We zijn primair gericht op de zakelijke markt van bijeenkomsten. Dat wil zeggen dat je een meerdaags verblijf hier kan houden. En natuurlijk een aantal faciliteiten ter ontspanning. En een prachtig landgoed waar je allerlei workshops en activiteiten kan houden. De stimulering van het toerisme, zowel het zakelijk als het vrije tijdstoerisme in Brabant. Daar zou het goed voor zijn als Brabant zich beter op de kaart zet. Op dit moment vindt er natuurlijk heel veel promotie van Brabant ook wel plaats. Alleen is dat op een wijze die erg versnipperd is. Kleinschaligere initiatieven zijn dat vaak. En het overkoepelen dat mist naar mijn mening. Brabant zou je als één bestemming op de kaart moeten zetten. En niet de kleine regiootjes op zich allemaal hun eigen promotie laten doen. Maar Brabant echt als toeristische bestemming met een geheel eigen identiteit. Nou, dat zouden we kunnen bereiken door samenwerking natuurlijk te stimuleren. Omdat je met meerdere partijen een hogere kwaliteit bereikt dan dat je dingen alleen maar alleen bedenkt. Maar zeker ook samenwerkingen tussen overheid, bedrijfsleven, wellicht ook kennisinstituten. Om eigenlijk te profiteren van elkaars kennis en kunde. En ook op een zo goed mogelijke manier dan het verhaal naar buiten toe te brengen.